Ik ga even snel bellen met de man die de uitspraak van de week voor ons gaat verzorgen. Zo, Dimitri, oh! Kijk of die, volgens mij moet hij dan toch wel daar zijn. Als we mazzel hebben, de voicemail. Ik ben bang van niet, wacht even. Je kan ook echt niet, hè? Goeie... Ja! 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 Hé, Gerard, dit is een voorsmul, hè? Ja, fantastisch, man! Ja, vet, hè? Ik ben kapot, Gerard, echt. Zo. Vorig jaar in de zomer had ik een drukke baan als druktemaker in een drukkerij. Weet je nog? Ja, ik ben dan heel goed, je zag het drukken. Dit jaar ben ik vakantiemedewerker geworden, Geer, hè? In een drukkerij? Ja, ik ben een officiële vakantiemedewerker geworden. Wauw, een vakantiemedewerker. En mensen kunnen mij nu inhuren, hè, om met vakantie te gaan. Oh, een vakantiemedewerker, juist, ik snap het. Ik ben helemaal volgeboekt, hè, deze zomer. Zo. Als vakantiemedewerker. Leuk, man. Die maatketels huren mij als vakantiemedewerker gewoon... Dat is wel belachelijk, hè? Hé, hey, en dan nog iets, hè? Ja. Een beetje slecht nieuws, hè? Slecht nieuws, ik had niet anders. Ja, mijn lesbische zus, hè, heeft nog steeds geen vriendin gevonden, die snol. Jezus. Kloot is dat, ja. Hè? Kut, man. Maar ik ben nu aan het koken, man. Oh. Ja, ik ben een bief kapot aan het maken. Oh, biefstuk? Ja, dat is een soort biefstuk, hier, hè? God, ja, biefkapot, ja, hoor, we hebben hem, ja. Maar we gaan nu naar de uitspraak van de week, hè? Ik hoor net dat we de uitspraak van de week gaan krijgen. Liever een pot als zus hebben, dan dat er geen deksel op past. Ja! Zo, Dimitri! Neem na de zon uw bericht op. Dames en heren. Dimitri, jongen! Te gek, man! Nou, volgende week weer vanaf een cassettebandje. Zo heel fijn is allemaal. Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye!